allemaal, ik ben nu in Zwitserland sinds gisternacht in het huis van mijn ouders voor het eerst. Heel erg leuk, er komen allemaal vlogs van. En voor de mensen die mijn vlogs volgen, die weten dat ik net terug ben uit Fuerteventura. Gisternacht was ik hier, de nacht ervoor was ik in Nederland en de nacht daarvoor was ik nog in Fuerteventura. En ik heb daar heel erg veel gewinkeld en eerst liet ik het steeds zien in mijn vlogs, maar dat heb ik er uiteindelijk uitgeknipt. Want het was zoveel dat ik het genoeg vond voor een shoplog. Ik heb echt mega veel tas hier staan van allemaal best wel bekende winkels. Die je ook eens in Spanje hebt. En ik ga dat gewoon allemaal aan jullie laten zien. Ik ga gewoon random beginnen. Als eerst heb ik een tasje van de Zara. Daar heb ik echt wel een van mijn meest favoriete aankopen tussen. Dat is namelijk dit shortje. Ik zag deze. En het was heel druk bij de Zara. En ik zag helemaal geen leuke dingen. En deze hing echt aan zo'n rekje van iemand had die zeg maar teruggehangen. En het was maat 42. En ik paste hem nog niet. En inmiddels wel, omdat ik daar dus gewicht mee verloren. Ik vind hem echt super vet. Hij was in de sale voor 13 euro. Hij heeft hele leuke patches. Hij is heel erg stoer. Gaten erin, maar dus ook zo'n heel leuk geruite zakje. En hij is high-waisted. Ik ben echt heel erg blij met dit broekje. Dan kocht ik ook nog twee chokers. Ik vind chokers nooit zo erg mooi bij mezelf, omdat ik zo'n lijntje heb in mijn nek. En ja, als je een wat vatsiger nekje hebt, vind ik het niet zo mooi. Maar ik wou het toch proberen. En deze waren eerst 16 euro en nu 4 euro. Dus dat vond ik heel erg leuk om te proberen. Van zo'n suede stofje. Eentje met sterretjes. En een neutrale. Vrij breed. Ja, dat vond ik gewoon heel erg leuk. Om dat gewoon een keertje te proberen. En ik kocht deze paraplu. Ook omdat het sale was. Van 13 voor 2 euro. Ik vond het gewoon wel echt een hele mooie paraplu. Gewoon zo'n eentje voor je tas. Maar wel met zo'n lekker handvat. Dus die heb ik ook meegenomen. Ik heb trouwens voor 12 euro kon ik 10 euro extra koffer bagage bijboeken. Dus daardoor kon ik dit allemaal meenemen. Ik was ook bij de Bershka en daar kocht ik één shirtje. Oh, dit is van de Plombeer. Ik kocht bij de Bershka geen shirtje. Ik kocht bij de Bershka twee patches. Deze zijn 6 euro. Ik denk dat je ze in Nederland ook wel hebt. En misschien zijn ze daar iets duurder. Maar ja, jullie hebben misschien mijn patches DIY video gezien. Ik vind patches gewoon super tof. En heel vaak val ik toch, gaat mijn oog toch heel snel uit naar de kleding waar patches op zitten. Dus vind ik het heel erg leuk om ze zelf op kleding te zetten. Ik heb allereerst deze en ik vind ze echt super leuk. En deze en daar ga ik verder niet meer over vertellen. Maar daar ben ik echt mega blij mee en ik heb nog meer patches gekocht. Maar ik ga eerst even die Pull&Bear doen. Want daar kocht ik dus dit shirtje in maat L in de sale voor maar 4 euro. Ik ben niet zo erg van de zwart-witte streepjes, maar ik vond het leuk. Fall in shop again. En het is gewoon een super zacht stofje, dus ik vond het voor de prijs een heel erg leuk t-shirt om mee te nemen. En ik had ook een ander shirt. En die vind ik echt geweldig. Dat is gewoon echt een Charlotte shirtje. Dit is maat S. Dus ik dacht van, er was er maar eentje. Maar het is een super groot model. En volgens mij heb ik hier ook maar 4 euro voor betaald. Oh my god. In zo'n soort Superman of diamantachtig iets. Mooie grijze streepjes op de hals. Van voor wat korter en van achter iets langer. En deze heb ik echt al met heel veel plezier gedragen. Ik heb gewoon heel erg veel, vooral heel veel leuke shirts gekocht voor heel weinig geld in een sale. Dus ik ben echt heel erg blij met mijn aankopen. Mijn favoriete winkel is toch wel echt Stradivarius geworden. Ik heb heel veel, tegenwoordig op YouTube zie ik heel veel die winkel in shoplogtitels voorbij komen. Want volgens mij heb je sinds kort een winkel in Amsterdam. Maar voor de rest is het echt wel een hele Spaanse winkel. Ik heb er ook patches gekocht. Daar zou ik eerst even mee beginnen. Deze zijn 6 euro allebei. Dat is deze. Echt super vet. Heel leuk. Gewoon zo leuk. Ook gewoon al doe je één keer oeps of zo ergens op. Ik vind het echt geweldig. Hier ga ik thuis echt mee aan de slag. En deze. Dus allebei 6 euro. En voor 2 euro. Ik had op de website deze gezien. Die waren eerst 7 en nu 2. Om op je schoenen te doen. En op het eerste oog denk je misschien echt van, what? Weet je wel. Maar op mijn witte Adidas Superstars vind ik het heel erg vet. Bijvoorbeeld die vleugeltjes. Dus hier ben ik heel benieuwd naar wat ik daarmee ga doen. Deze twijfel ik, want als je ze zo ziet, denk je echt van, eeuw, lelijk. Maar als je ze even los ziet, zijn ze echt heel erg leuk. Kijk, als je zeg maar die bliksemschichten een beetje los zo ziet. Zo, nou ja, moet je zo maar kijken. Dat vind ik zo erg vet. Ik denk dat je hier al echt leuke dingen mee kan doen voor je schoenen. Ik denk dat je ze ook wel, het zijn gewoon clipjes. Dus op een tas of zo kan klippen. Ik kocht een broek. En die zit nog heel erg strak, maar ik moest het gewoon hebben, want hij was, er zat een stickertje op van 26 voor 10, maar hij was gewoon maar 6. En dat is maat 42, dat is een mommy jeans. Het is echt een broek die hoog zit. En best wel brede pijpen, zeg maar. Wel, het is niet skinny, maar het is ook niet heel wijd.
Maar een beetje lomp, zeg maar. Maar toch ook weer niet. Ja, ik weet niet. Maar met van die mega, mega gaten. Bij de benen zit hij heel goed. Alleen van boven zit hij nog net iets te strak. Die vond ik zo vet. En ook echt loodzwaar. En die moest ik gewoon echt hebben. Dan samen met dat shirtje van de Zara denk ik echt mijn favoriete aankoop. Dat is deze trui. Hier heb ik volgens mij 6 euro voor betaald. Ik heb hem daarna ook nooit meer gezien. Want ik ben echt heel vaak bij Stradivarius geweest. Prachtige kleur, vind ik. Ik vind dat deze kleur mij heel erg mooi staat. Het is een maat M. En ik had dus eerst alleen de voorkant gezien. En kijk, op de voorkant zit dus een cameraatje. En ik zat daar op stapkuur heel veel te filmen. En er was heel veel gedoe. Mensen die het niet snapten waarom ik dat deed. Toen zag ik deze trui. Daar zat ik echt collect beautiful moments. Nou, dat vond ik zo leuk in het teken ook van YouTube en zo. Dat je gewoon, weet je, vloggen. Ik vind het zo leuk om al die momenten vast te leggen. Dus die trui, echt op mijn lijf geschreven. En hij is een beetje kort. Maar echt super goede kwaliteit. En echt heel blij mee. Dan had ik nog drie shirtjes gevonden. En in totaal was ik er 10 euro voor kwijt. Dus... twee shirtjes waren 3 en eentje was 4. Eerst deze. En het is een beetje een pyjama-achtig shirt. Een maat M, want ik moest het gewoon hebben vanwege dit spookje. En het is ook weer super lekkere stof. Het is echt een heel lang ding. Tenminste, ik neem aan dat het een pyjama is. Ik zou dit denk ik niet echt gaan dragen als jurk of zo. En hier, oh my ghost. Ik vond het gewoon echt een grappig dingetje. Dan deze. Dit is zeg maar, het zijn echt gewoon van die shirtjes die ik handig vond om te hebben. Deze staat gewoon heel erg leuk. Hier staat toevallig ook zo'n patch met, oeps, Passionately Curious in maat L. En dit is vrij kort topje, maar wel met mouwtjes. En dat heb ik eigenlijk nog helemaal niet. Dus dat vond ik handig. En nog zo'n soort topje, heel erg basic. Ook kort met mouwtjes. En dan heeft hij van achter hier van die roesjes. Er staat ook een doeklas. En ik heb, jullie kennen waarschijnlijk allemaal wel het I Love merk. En daar heb ik echt jaren geleden, ik denk wel 7 jaar geleden, die watermeloen lipgloss en douchegel van gehad. En toen gingen ze uit het assortiment en sindsdien heb ik het nooit meer gezien. En hier hadden ze er dus nog eentje staan. En toen vroeg ik wat kost. Sinds was hij dus 2 euro, omdat hij daar ook uit het assortiment ging. En zoals je ziet heb ik hem echt wel heel erg veel gebruikt. Maar ik was zo blij dat dan die oude vertrouwde geur, dat ze die weer verkochten. En ik had ook een scrub. Maar dit is een beetje een miskoop, want het is echt geen fijne scrub. Maar dat kon ik niet weten van tevoren. Hij ruikt wel echt heel lekker naar kauwgomballen. Maar het is dan een soort van whipped cream scrub. Alleen er zitten gewoon bijna geen scrubstukjes in, zeg maar. Dus daardoor is het een beetje... hoi, mam. Als ik gewoon zo. Ja. Mooie waxsirop. En die schoenen zien er echt lelijk uit. En het is ook een soort van dikke klont. Ik bedoel, het werkt niet echt uit, dus dit is geen aanrader. Maar dat wist ik niet. Wow, volgens mij valt er iets. Daar heb ik 4 euro voor betaald. En ik ben altijd heel erg fan van die kleine body splashes. En deze ging ook uit het assortiment, denk ik, of zo. En die is 2 euro. En het ruikt echt naar hele, hele zoete citroen. Zeg maar, na 2 dagen vind ik hem al niet meer lekker. Dus dan moet je even weer afwisselen. Het is niet de geur die je echt continu moet dragen. Want ik denk dat heel veel mensen ook misselijk van worden. Maar dat was de doeklas. Dan heb je daar nog een winkeltje, die heet Natura. Dat is best wel een soort van duur wereldwinkelachtig winkeltje. Maar Henny, de vrouw, dat weet je als je mijn vlogs hebt gekeken, had een heel leuk watermeloen shirtje. En ze zei, oh dat is maar 5 euro. Dus meteen de eerste of tweede dag ben ik die ook gaan halen. En dat is deze. En het shirtje zelf vind ik helemaal niet zo heel erg geweldig. Want hij loopt een beetje wijd uit. Ik vind hem niet super mooi. Maar ik moest het gewoon hebben. En ik vond het ook leuk omdat het echt zo'n typisch, zo'n souvenir gevoel geeft, zeg maar. En dat was volgens mij 6 of 7 euro. Dat is bij Natura. En dan nog de laatste, Woman's Secret. Dat is een soort van, hoe heet dat nou hier, van Sylvie Meijer, Hunkemuller-achtige winkel. En daar had ik in de sale deze BH gekocht. Gewoon echt super basic, maar gewoon heel handig voor onder t-shirts. Geen vulling of iets. Die was 6 euro. En ik kocht deze. En dat is zo'n soort van sporttopje. Ik heb nu een beetje gedraaid. En die heb ik nog niet echt aangehad, maar die was echt 2 euro of zo in. Het leek me heel erg handig met sporten, maar hij zat toen nog een beetje strak en ik weet eigenlijk niet hoe die nu valt. Maar ik denk echt wel dat ik die ga gebruiken. En ook nog een bikinibroekje en die was ook 3 euro. En dat is, de kleur is een beetje wel heel heftig, maar dit is echt zo'n hele sexy, weet je wel. Met zo'n brede band en van achter zo best wel weinig bedekking en hier zo'n elastieke ding. Dus die vond ik wel sexy. En, oh nee, ik heb ook nog wat gekocht bij Flormar. En klonk heel bekend. Het was een make-up zaak, maar ik vond het helemaal geen mooie make-up. Alleen ze hadden matte lipstick voor 3 euro. En ik vond hem in de winkel echt vet mooi. En nu eigenlijk helemaal niet heel mooi. Het is een beetje een frambozen kleurtje. En eigenlijk draag ik dat helemaal niet. En het rookt er heel erg uit. Maar
In de winkel vond ik hem heel erg mooi staan. Dus ik heb echt het idee dat ik de verkeerde kleur heb gekocht of zo. En als laatste heb ik nog bij Springfield, dat is een hele bekende winkel in Spanje, voor Ruben deze trui gekocht. En die was echt ziek afgeprijsd. En mijn oog viel erop. Toen dacht ik van, nou, dit draagt hij niet. Maar soms draagt hij zeg maar wel dingen die hij nooit zou dragen. Maar omdat ik het koop. En dan doet hij het aan. En dan denkt hij, oh, het staat me eigenlijk best goed. En dat is deze trui denk ik ook. Dus hij heeft hem niet gezien. Ik ben heel benieuwd wat hij ervan vindt. Het is een beetje gek. Hij is van onder best wel strak en van boven wat wijder. En die was echt in de aanbieding voor 6 euro. Dus ik vind dat heel sexy bij hem staan. Dus ik hoop dat hij er heel erg blij mee is. En dat was het. Ik ben er snel doorheen gegaan. Het waren wel heel veel spullen. Dus ja, random. Ik heb ook best wel haast, want er komen nu mensen eten. Ik hoop niet dat jullie dat hebben gemerkt. Maar ik hoop dat jullie de video heel erg leuk vonden. En dit is mijn eerste video na mijn stapkuur. Dus ik voel me eindelijk weer wat mooier en minder vatsig en zo. Dus ik ben ook echt heel blij dat al deze kleren heel erg leuk staan. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie jullie misschien woensdag bij een vlog en anders zondag weer om 9 uur met een andere hele leuke video. Dus zeker even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En hopelijk tot in de volgende video. Doei!